Hallo dames en heren, jongens en meisjes, daar ben ik weer met een hele leuke nachtvlog. Want wij hebben nog even gekeken naar 3x3 basketbal. Wat fantastisch is dit. Goud, Nederlands goud, basketbal 3x3. Gewoon Arvin Slachter, Aldona spelen jongens, jawel. Hassa, deze is binnen. Gewoon Olympisch goud en Wurde de Jong zet het Leidenaar. Ongelooflijk, in de allerlaatste die seconds overtime. Ongelooflijk. En Donar Grunning is ook compleet met een nieuwe speler. Daarbij, ons team is nu compleet. En FC Grunning begint aanstaande vrijdag om 8 uur in de Euroborg. Koop je laatste tickets bij PP en bij OO, want die vakken zijn nog beschikbaar. Wees erbij en koop snel je tickets. En ik hoop dat iedereen genoten heeft van de basketbal. Wat kan sport toch ongelooflijk mooi zijn, jongens. En het hockey van de Nederlandse dames en van de heren, die moeten volgens mij vandaag nog de hockeydames... speelde gisteren. De hockeyheren moeten vandaag nog de halve finale tegen Spanje om 14:00 PM. Er is te veel wat te noemen en van te gaan genieten nog. Jongens, er is nog fantastische halve finales om te zien. Vandaag de Nederlandse mannen hockey. De halve finale tegen Spanje. En Nederland staat overmorgen, volgens mij morgen of overmorgen, in de halve finale. Tegen Argentinië, de Nederlandse dames hockey. En dat is volgens mij s'avonds, als het goed is, volgens mij 7, 8 uur, als het goed is. De halve finale. Maar goed, we zien het wel morgen. Echt jongens, wat kan sport toch ongelooflijk mooi zijn. En ik wil het hier ook lekker bij laten. Ik heb nu ook gewoon de kaarten gekocht voor SC Groningen tegen NAC Breda. Daar ga ik heen aanstaande vrijdag. De wedstrijd staat gepland om 8 uur in de Euroborg. In een uitverkochte Euroborg. Jongens, een kolkende Euroborg kan ik wel zeggen. Helemaal uitverkocht. Ik hoop dat de laatste tickets zo snel mogelijk weg zijn. In vak OO en vak PP zijn nog niet veel kaartjes meer. Dus daar zijn niet heel veel kaartjes meer. Er zijn... nog een paar kaartjes te verkrijgen. Dus ga naar de FC Groningen site en koop je tickets. Wees er snel bij, want weg is weg. Jongens, ik wil het ook hier lekker bij laten. Ik ga slapen, want dit is niet goed voor je hart. Het is ongelooflijk goud voor Nederland. Ik had het niet meer verwacht. Ik dacht, Frankrijk wint deze wedstrijd wel. Maar dit was echt fenomenaal wat Wurde de Jong deed. Ongelooflijk mooi. Echt, wat kan sport toch onwijs mooi zijn. Echt, jongens... En de volgende wedstrijden van Donar Grunning staan ook al gepland. En van FC Groningen staan weer gepland. En we gaan het wel weer zien. En mijn competitiewedstrijden worden ook binnenkort weer bekendgemaakt. Volgens mij eind augustus. Dan worden volgens mij tussen 8, 9 en 10 augustus, als het goed is, worden de competitie bekendgemaakt. Van ons VV Trintas Oosterwijk G1. En de training begint op 21 augustus van 7:30 tot 8:30. En dan hopelijk volgens mij begin september of eind september gaan wij volgens mij weer beginnen met de competitie, met de voetbalwedstrijden. Dus laat weten even onder hier in de comments waar wij gaan eindigen en wat de stand wordt. Laat weten hieronder in mijn reacties waar we gaan eindigen dit seizoen. Of we eerste, tweede, derde of vierde of vijfde worden, laat het weten in de reacties hieronder. Of we worden ook nog zesde, misschien komen er 6 teams bij, ik heb geen idee. We zullen wel zien. Laat het weten maar onder in mijn comments. En wat vonden jullie ervan vanavond? Het was fenomenaal. De wedstrijden van gisteren en eergisteren. Jongens, het is toch mega vet. Al die medailles. Volgens mij staan wij nu 9e als het goed is met 17 medailles. Volgens mij is 7 keer goud volgens mij als het nu goed is. Maar ik heb niet helemaal die oranje spiegel nu gezien. Maar het komt wel allemaal goed. En op naar aanstaande vrijdag. En dan ga ik ook even mijn hondje even ophalen. En dan gaan wij onze hond even bij mijn vader ophalen. En daarna gaan wij weer terug op zondag 11 augustus. Volgens mij als het goed is. En mijn oma nog even in het verzorgingshuis even dag zeggen. Want die zit in een revalidatiecentrum. Want die heeft een heup gebroken. En dat is niet fijn. Die kan op dit moment niet zo goed lopen. Die wordt nog goed verzorgd nu. Echt hele lieve mensen daar. Waar ze goed verzorgd worden nu. En ik hoop dat iedereen een fantastische wedstrijd heeft gezien vanavond. Echt grandioos wat er vanavond gebeurde. Jongens, ik ga vandaag weer lekker werken. Het is wel weer even mooi geweest voor vandaag. En ik ga lekker slapen. Dus ik vind het wel even mooi zo.
En dan gaan we nog even tot en met de 12, 13 minuten, 14 minuten nog even kletsen. En wat doen jullie in het dagelijks leven? Laat me maar weten wat jullie doen allemaal. En ik heb nu 262 abonnees op mijn YouTube-kanaal. Ik wil Amber bedanken, want Amber, jij ook heel erg bedankt dat je mij geabonneerd hebt. Echt super. En ik snap ook je keuze of je gaat stoppen bij ons of niet. Ja, ik hoor het wel van je. En ik zie je natuurlijk morgen nog. Dan praten we wel weer even bij en we zien het wel. En ik hoop dat je een goede beslissing neemt wat je gaat doen in je leven en in je carrière natuurlijk. Je moet het allemaal gewoon zelf weten natuurlijk, want volg je hart, heb ik al gezegd gisteren. Hè? Dus het is heel belangrijk. Ik ga ook gewoon mijn hart volgen. En ik ga ook binnenkort op mezelf wonen. En ja, we gaan gewoon zien waar het gaat eindigen. En ik wil heel graag naar de Jumbo toe werken. Daar wil ik heel erg graag aan solliciteren. En ja, in mijn leven wil ik ook gewoon andere dingen bereiken. En ik wil ook hogere stappen maken. Dus ja, dat een beetje. Dus ja, ik hoop dat jij een goede keuze gaat maken. En gewoon je hart gaat volgen. En ik hoop dat je een hele juiste beslissing maakt. Maar daar moet je zelf bij de beslissing nemen. Daar ga ik niet voor zorgen. Dat moet je zelf doen. En daar ligt de bal bij jezelf. Dat moet je echt zelf doen. De beslissing is aan jou wat je gaat doen. En ik ga daar jou niet op tegenhouden wat je gaat doen in je leven, in je carrière. Dus ik hoop dat je de juiste beslissing neemt. En ik hoop dat je je hart gaat volgen. Als je iets leuk vindt, dan moet je dat gewoon doen. Dan moet je die met twee handen aangrijpen. En ik hoop dat je de juiste keuze maakt. Ik ga je er niet op tegenhouden, Amber. Dus bij deze, ik hoop dat je ook weer in je andere toekomst ook weer gelukkig wordt. Wat je allemaal gaat doen. En jij houdt inderdaad heel veel van paarden, had je al verteld. En dat vind ik echt mega leuk om je verhalen allemaal te horen. En ja, ik ben aanstaande vrijdag ben ik in de Euroborg met mijn pa samen. Want wij gaan naar FC Groningen thuis tegen NAC Breda. En dat begint om 8 uur 's avonds in de kolkende Euroborg. Laten we met elkaar de 3 punten pakken. De hele belangrijke, zeer belangrijke 3 punten. Die moeten gepakt worden bij ons in de Euroborg. Uitverkochte Euroborg. Dus koop nu je tickets. Wees erbij. En ik hoop dat iedereen aanstaande vrijdag erbij is. En iedereen de kaartjes nog snel koopt vanavond. En vandaag kan het nog. Dus wees erbij. En op is op. De kaarten zijn zo weg. En ik heb ook een FC Groningen vest ook nu besteld. En ja, die komt ook nog hierheen. Dus ja, voor de training komt ook snel in zicht. 21 augustus. En ik hoop dat iedereen een leuke training binnenkort weer gaat hebben. En heeft straks, als het weer allemaal gaat beginnen en leuke competitiewedstrijden heeft natuurlijk. Dat iedereen ook weer wedstrijden gaat winnen. En ja, we gaan het gewoon zien waar het schip gaat stranden. En waar we allemaal op eindigen, op welke plaatsen. En dat de competitie maar ook weer snel mag beginnen. En ik hoop dat iedereen weer gelukkig wordt. En ja, we zien het wel waar ik ook ga eindigen in de stand in mijn competitiewedstrijden. Straks als het allemaal bekend is. En dan zien we het wel. Ik loop even daarheen. Hoppatee, klaar. Hop. Even hierheen. Zo, daar kom ik ook. Zo. Hoppa, ik loop even hierheen. Hoppa. Ik moet even hierheen. Anders wordt er de hele tijd op de muur geklopt. En dat is mijn moeder. Dat vind ik niet altijd even prettig. De hele tijd op de muur geklopt. Dus ik ga even hier zitten. Even rust. Doe het even zo. Ja, jullie hebben wat lichtlast, denk ik. Zo. Nou, ik hou het even zo bij. We gaan gewoon een fantastische wedstrijd beleven straks. In de competitiewedstrijden bij onze club. En ik hoop dat we dit jaar, het woord komt eruit, kampioen gaan worden. En we gaan het gewoon zien. En mogen we wedstrijden weer gaan winnen. En ik hoop dat wij ook weer kampioen van Nederland gaan worden. Of kampioen van bij ons VV Trinitas Oosterwijk G1. Dat wij daar kampioen gaan worden. En we gaan het gewoon zien. Ja, het is heel belangrijk voor mij. Want ik wil ook eens een keer kampioen in mijn leven worden. Ik ben nog nooit ergens kampioen in geworden. En dit is echt mijn droomstap. Die ik gemaakt heb van Gorecht naar VV Trinitas Oosterwijk G1. En ik hoop dat ik ooit een keer kampioen ga worden. Maar we gaan het gewoon zien. En ik ga mijn stinkende beste voor doen om kampioen te worden. En mijn trainer en mijn coach heel blij te maken. Dat ik
ook een keer kampioen word. En dat ik ook veel weer ga scoren aankomend seizoen. En we gaan het gewoon zien wat het gaat worden en waar we eindigen dit seizoen. En ik doe het gewoon even zo. Het licht, dat zit ook zo, dat zit ook een beetje in mijn camera. Zo, dan doe ik het gewoon even zo. En ik hoop dat wij gewoon een mooie competitiewedstrijden gaan hebben. En ik hoop dat iedereen heel veel plezier gaat hebben. En ja, we hopen natuurlijk het kampioenschap binnen te slepen natuurlijk. Doe het even zo. Zien jullie maar goed? Doe het even zo, ja. Dat iedereen ook gewoon kampioen wordt aankomend seizoen. En ja, we gaan het gewoon zien wat het gaat worden. En waar iedereen gaat eindigen in de competitie. Ik wens iedereen heel veel succes aankomend seizoen in de voetbalcompetitie. En ook met de trainingen, ook heel veel succes iedereen. Ik wens voor nu iedereen slaap lekker, welterusten. En we zien elkaar aanstaande vrijdag in de Euroborg. Koelkunde Euroborg, uitverkochte Euroborg, hopelijk. We zien het wel waar iedereen zit en... ik zit in ieder geval op vak JJ. Ik ben erbij aanstaande vrijdag tegen NAC thuis. Dus koop je tickets nu het nog kan. En ja, ik hoop dat FC Groningen met 3-4-0 gaat winnen tegen NAC Breda thuis. Maar we gaan het gewoon zien. En daarna beginnen ook onze competitiewedstrijden. Volgens mij 10 augustus. Volgens mij dat er dan de indelingen en de stand bekend wordt. En het programma bekend wordt gemaakt. En de... en de datums van de wedstrijden als we weer gaan spelen. Volgens mij eind september. Nou, we gaan het gewoon allemaal zien. En ja, bij deze sluit ik nu lekker de vlog af. En ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende video's. En bij de volgende vlog in de Euroborg aanstaande vrijdag. Come on FC, 3 punten pakken vrijdag. Come on! Hoppa! We zijn afgelopen jaar gedegradeerd. Binnen 1 jaar teruggekomen naar de Eredivisie en we zijn er weer. Ja, ja, we zijn er weer in de Eredivisie. Waar we horen op het hoogste niveau. En nu maar eens even zien te handhaven en dan zien we wel weer verder. Ik hoop dat FC Groningen 6e, 7e wordt. Het kan ook nog hoger. Het kan ook nog 5e, 4e worden. We gaan het gewoon zien in het aankomende seizoen waar we gaan eindigen. Ik hoop dat wij gewoon zo hoog mogelijk eindigen. Eerst maar eens handhaven en daarna zien we wel weer verder. Jongens. Ik wil jullie allemaal zien aanstaande vrijdag in de Euroborg. Ik zie jullie dan. En voor nu, slaap lekker. Welterusten. Het is mooi geweest zo. Ik vind het wel even mooi. Ik hou jullie weer op de hoogte. Voor aanstaande vrijdag natuurlijk. En voor de aanstaande wedstrijd van Donar. Want die speelt op 14 september tegen Aris Leeuwarden. In het Koverdijkje in Leeuwarden. De eerste derby van het noorden daar. Dus voor nu ga ik lekker de vlog afsluiten. En ik zie jullie aanstaande vrijdag in de Euroborg. Tot dan. Tot vrijdag. Peace out. Laters. Hoi.